Dit is de innovatiewasstraat. Hier leer jij van experts hoe je succesvol innoveert. Mijn naam is Kim Spinder. Als spreker en adviseur help ik ambitieuze organisaties om zelf aan de slag te gaan met innovatie. Begin bij één cliënt en maak er geen groep van. Want een groep bestaat uit mensen en mensen zijn allemaal anders. Nee. Ga niet polderen. Aan het woord is Johan Elbers, Innovatiemanager bij Zorggroep Sereloop. Wanneer je in Apeldoorn de innovatieruimte binnenloopt, kun je zwemmen met dolfijnen of motorrijden zonder rijbewijs, wat ik zelf stiekem het leukste vond. Leer waarom je volgens Johan Elbers bij innovatie met één cliëntvraag moet beginnen om succesvol op te kunnen schalen. Je vindt het innovatieproces van Scherelo en de show notes bij dit gesprek op innovatiewasstraat.com podcast. Johan, waarom hebben jullie gekozen voor een bottom-up aanpak bij innovatie? Um, nou, het is eigenlijk ontstaan. Want toen, toen ik begon, had ik daar nou niet echt een idee bij van hoe ga ik dat nou doen. Maar wat ik wel voor mezelf heel helder had. dat ik dacht: van als je het hebt over het werken met mensen met een verstandelijke beperking. zul je ze er altijd op de een of andere manier bij moeten betrekken. En ik heb mij vanaf het begin af aan eigenlijk wel verbaasd. dat zeg maar die hele nieuwe wereld waar wij nu Dagelijks gebruik van maken van nieuwe technieken, van nieuwe middelen, dat die zo weinig gebruikt werden in onze wereld. Laten we nou eerst eens gewoon gaan vragen aan mensen: van waar loop je nou op een dag tegenaan? Wat zou je morgen echt anders willen en waar droom je van? En daardoor dus het gesprek aan te gaan. Ja. Dus we hadden geen vooropgezet plan, maar we wilden wel die nieuwe wereld naar binnen halen. En, en wat voor inzichten leverde, leverde dat op? Nou, dat leverde de... namelijk heel veel inzichten op in het, in, het, in het gegeven eigenlijk in eerste instantie dat we de tijd namen om met mensen in gesprek te gaan. En niet tegen mensen te zeggen van even als voorbeeld, hier heb je de tovertafel en het is hartstikke leuk, ga er maar wat leuke dingen mee doen. Maar dat we eerst maar eens gingen vragen van wie ben jij eigenlijk en uh, waar loop jij tegen aan. En op basis daarvan kregen we heel snel heel veel informatie los. En er waren drie simpele vragen die iedereen ook begrijpt. er is niks moeilijks aan. Maar door het persoonlijk te doen en niet op papier. hadden wij eigenlijk, eigenlijk meteen beet. Ja, en waar, en waar droomden mensen van? Nou, als je bijvoorbeeld. Hè, wij zijn toen op een gegeven moment gewoon al die gesprekken. die hebben wij uh, geanalyseerd. Dat is wel mijn taak. En wij zijn gewoon met een droom van een uh, jonge dame begonnen. En die droom was: dat was een, een droom van een moeder en een dochter. Die wilde graag zwemmen met dolfijnen. Alleen zij zat in een rolstoel, maar ze wilde ook het water niet in. Maar ze wilde wel zwemmen met dolfijnen. Nou, toen hadden we natuurlijk wel een probleem, want we dachten: van, ja, wat moet je dan? Maar uiteindelijk was er vrij snel op het internet een contact gelegd met de Dolphin Swim Club... Dat is een club mensen, dat zijn eigenlijk een echt paar, die een hele mooie, een hele mooie film hebben gemaakt van 360 graden over het zwemmen met dolfijnen. Toen hadden we zelf die film bekeken en wij werden daar helemaal rustig van. Wij vonden dat zo mooi, wij dachten nou dit is de oplossing. Dus toen dachten we wel meteen, maar kunnen we zomaar een VR film bij iemand op zijn hoofd zetten, want je bent in een andere wereld. Toen ja. hebben we contact gezocht meteen met de Universiteit van Groningen. En dat ging al heel makkelijk. En er wilde wel iemand komen om daar onderzoek naar te doen. Bij wie doe je dat nou wel en bij wie doe je dat nou niet? Ja. Nou hebben wij hier ook een hoop gedragswetenschappers binnen Serelo, zeker hier in de regio Apeldoorn. Die hebben we er ook bij betrokken meteen bij dat hele proces. Um, en dat onderzoek hebben we gedaan. En toen bleek eigenlijk al vrij snel dat we het niet moesten doen bij in eerste instantie mensen met een meervoudig verstandelijke beperking. Um, ook in het kader van Wilsbekwaamheid. Hè. En daarnaast het gevaar van als mensen epilepsie hebben of angststoornissen hebben. hoe reageren ze dan op die andere wereld waar ze ook niet zelf uit kunnen komen? Ja. Dus we hebben ons even beperkt tot de mensen met een lichtverstandelijke beperking. wat die jonge dame die de vraag aan ons gesteld had ook was. En onze aanname was in eerste instantie: nou, iedereen zal er heel rustig van worden. Maar toen wij in die testweken zaten, toen bleek dat dus niet zo te zijn. Het was wel dat een aantal cliënten er rustig van werden, maar ook wel. Um, zeg maar de bijvangsten, als bijvoorbeeld pijnbestrijding. Dat er een jonge man was, die heeft chronische pijn aan zijn arm. en die vertelde eigenlijk na twee weken, in die testfase van zes weken al. dat hij geen pijn voelde als hij in de film zat. Dus met andere woorden, hij zat in een soort van andere mindset. waar hij zo geobsedeerd was door die dolfijnen. en, en, en die, en die taalvolle dolfijnen die met elkaar aan het communiceren waren. Het was, hij ging daar helemaal in op. Dus toen dachten we al heel snel, hey, als dat zo is, dan kunnen we daar ook. Misschien meerdere films voor maken dat die in plaats van 20 minuten of 15 minuten wat die film duurt, en misschien wel een half uur pijnvrij op een dag kunnen maken. Of dat die film herhaalbaar is. Waardoor hij misschien vaker op een dag even die pijn kwijt is. Ja. Maar ook een meisje wat vrij agressief was in haar gedrag. Althans, dat was eigenlijk zeg maar even de modus waarbinnen wij haar binnenkregen. Um, maar wat bleek nou? Tijdens die periode van zes weken bouwde ze een hele mooie relatie op met de observant van de universiteit. En toen vertelde ze op een gegeven moment: van, Als ik heb gekeken naar die film, dan kan ik s'avonds weer slapen. En toen bleek dus dat die informatie bij ons niet bekend was, maar dat zij heel erg slecht sliep. En toen dachten we: Goh, het zal toch niet zo zijn dat door die film dat jij dan schijnbaar zo rustig bent dat je weer kunt slapen. Maar zij gaf aan dat dat wel zo was. En eh, medewerkers gaven ook in de terugkoppeling aan dat het de, de ochtend daarna wel wat rustiger aan tafel was. Dus het had schijnbaar wel wat impact. Alleen op dat moment waren wij nog niet in staat om bij haar een VR-bril met die film op het nachtkastje te leggen, omdat zo'n bril is. Kost echt heel veel geld in 2017. Dan had je een, uh, zeg maar, die zat ook vast aan de computer. Dat was een dure computer, want er moest een enorm zware videokaart in. En nu ben je, zeg maar, even heel kort de bocht, 2,5 jaar verder. En ja. ja, nu haal je voor 100 euro of dollar haal je een, een, een Oculus Go. Die is helemaal vrij. Dan kun je elke willekeurige film opzetten en die kun je op een dagkastje leggen. Yeah. Dus die ontwikkeling gaat ook heel snel. Maar zo zag je dus aan de hand van één droom. van yeah. één meisje. is dit dus ontstaan. En nu hebben wij uh, die film in onze innovatieruimte. en die wordt nog steeds dagelijks bekeken. Echt, die staat yeah. de hele dag op. en iedereen die wil die film zien. Uh, dat is gewoon fantastisch om te ervaren. Uiteindelijk kwam daar ook weer uit voort. dat iemand zei van. Goh, mag ik de bril meenemen. dan spring ik het zwembad bij ons in. Nou, dat kan natuurlijk niet, want dan gaat die bril kapot. Maar aan de andere kant dachten we. ja, maar zeg nou geen nee. En uiteindelijk is het ons gelukt om gewoon een waterdichte VR-bril te maken: een echte duikbril waar een telefoon voor kan, met de Dolfenswimclub samen. En onze cliënten kunnen nu echt met dolfijnen in het water, in ons zwembad, gewoon gaan zwemmen. Dus het zit gewoon in ons pakket. Dus cliënten, maar ook mensen die dat leuk vinden, kunnen gewoon een half uurtje die bril huren en die kunnen heerlijk in ons zwembad zwemmen met dolfijnen. En uh, ik ben wel benieuwd, want jij zit net, er zit ook altijd een begeleider bij. En dan ja. hoor je net zo de over de zorg en de werkdruk en, ja. en de tijd die daarvoor nodig ja. is. Hoe, hoe creëren jullie dat? Ja. Nou, wij hebben op een gegeven moment toen wij uh, met, met meerdere innovaties bezig waren, hebben wij een heel innovatieproces opgezet. En dat betekent dus eigenlijk heel, heel simpel: is dat wij in elke fase altijd die medewerker en de familie en de cliënt erbij betrekken. Ik ben ervan overtuigd dat als je dat niet doet, als je niet daar begint waar de basisvraag ligt en je er niet bij betrekt, is de borging straks in het normale dagritme, je kunt het schudden, ze gaan het gewoon niet doen. Maar op het moment dat ze betrokken zijn en hun eigen input hebben, blijkt het gewoon te werken dat ze het heel makkelijk accepteren en integreren in de dag- of in de avondprogramma's, waardoor die innovaties ook echt zeg maar, een deel van het leven van de cliënt worden. Ja. Dus begin daar. En wat we ook geleerd hebben in dat proces, is dat wij in eerste instantie de fout maakten door op het moment dat wij in gesprek waren, heel snel al naar een oplossing te gaan. Dat we zeggen van nou pakken we een paar studenten, een paar intelligente jonge mensen, en die gaan wel iets bedenken voor ons, of we doen het zelf. Maar dan zie je dat het te snel gaat. En wat we ook wat ons ook opviel, en zeker bij de hbo-studenten en bij de, de universitaire studenten, is dat zij. Vaak een prachtig mooi concept bedenken, maar het is een papieren tijger. Dus we hebben dan nog niks. En zij zijn na twaalf weken klaar met een opdracht. En die gaan naar de volgende opdracht. En wij hebben een mooi boekje. Nee. Maar daar is de cliënt niet mee geholpen. Dus ik heb heel snel geleerd door altijd studenten te koppelen aan bedrijven. zodat je in samenhang dit kunt doen, zodat bedrijven ook een prototype kunnen bouwen. Okay. En dat blijkt te werken. Ja. Dus we beginnen. En dat kost de meeste tijd, die gesprekken, wie ben jij en waar loop jij tegenaan? En ook de kijkrichtingen van aan die ouders vragen of aan die familie vragen of aan die medewerkers vragen. Maar wat zijn kijkrichtingen in de oplossingsrichting? Dus geen oplossingen zelf, maar wat zijn kijkrichtingen waar studenten dan weer wat mee kunnen doen? Wat bedoel je met een kijkrichting? Nou, je kan zeggen van, weet je, bij sommige digitale oplossingen ben je heel snel of bij sommige oplossingen ben je heel snel geneigd om digitaal te denken. Ja. Het moet een apparaat zijn. En dat is maar de vraag. En daarom moet je ook met die medewerkers er goed naar kijken. Want um, Innovaties zijn soms in hele kleine dingen. Echt een hele kleine dingen. Die dan eigenlijk het probleem oplossen. Dus niet te snel. Dus daarom altijd een richting kiezen. en niet al meteen een oplossingsrichting kiezen. In de zin van, het moet een apparaat zijn of het moet een weet ik veel wat zijn. Ja. Laat het los. En uh, wat, wat je natuurlijk ook wel hoort, is dan uh, ja, technologie is best wel kostbaar. En er ja. kan best wel veel. In de zorg. Ja. Dus hoe, hoe kies je dan? Bij welke technologie je dan inzet? Ja, ja. nou in eerste instantie is de technologie die past bij de cliënt, dat hij zelf ja. snapt hoe het werkt, maar ook bij de medewerkers, want die moeten ermee werken. En um, als je dat te ingewikkeld maakt, dan gaat het gewoon niet werken, omdat ze zo druk zijn. Ze zitten zo strak in hun rooster en hun werkzaamheden, dat ze daar de tijd ook niet voor hebben. Dus wij gaan ook in principe altijd uit van het 1-2-3 principe. Dus als je een apparaat hebt, stekker er een knop aan en je moet een keuze kunnen maken, dan moet hij het doen. Ga je meerdere stappen inbouwen, dan wordt het echt een lastig, lastig vraagstuk. Ja. En vervolgens, als je dan in dat proces dat je gesprek hebt gehad en je hebt de studenten en de bedrijven, dan dwingen we de studenten ook, en dat is echt voorgeschreven, dat zij ook eerst gaan kijken op de groep wie is die cliënt, wie zijn die ouders, welke pijn, welke vreugde zit er in hun leven. Je moet snappen waar het over gaat. En dan ja. ben je ook zeg maar, intrinsiek veel meer gemotiveerd om daar wat aan te doen. Ja. Ken je verhaal, ken je mens. En dat geldt voor bedrijven. En dan gaan zij iets maken. En dan vervolgens gaan we de, de cyclus in, zoals wij dat dan zeggen. Waarin je zegt van voorleggen. Je had laatst een heel mooi gesprek met die professor. Je begint bij A. En vanuit die principes van A ga je naar B toe. En vervolgens ga je weer terug naar de principes van A. En dat is precies wat wij doen. Ja. Testen. Uitzoeken. Doordenken. Praten. Vervolgens weer aanpassen. En je gaat weer opnieuw beginnen. Weet ja. je wel, zo kom je een in cyclus in. En op een bepaald moment kom je tot het model waarvan je zegt van dit... Is wat helpt. Ja, yeah. en en helpt het dan ook met uh adaptatie van de mensen op de werkvloer? Omdat je heel erg gaat kijken van... De, wat, wat helpt hier? Ja. Dat, ja. Dat, dat je uitgangspunt Inorm, is? Omdat zeg maar, dat prototype wat gebouwd wordt, ook aan hun wordt voorgelegd. En zij ja. kunnen namelijk meedenken aan van gaan we dit dan doen? Of dit moet handiger? Want dat gaat voor ons niet werken. Of het moet kleiner, of het moet groter, of het moet anders. Um, he, qua, 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 qua vormgeving zijn, nou ja. vaak zetten we dan ook nog wel ergotherapeuten erbij in. We zetten de fysiotherapeuten, die hebben wie hier natuurlijk rondlopen. Die, die vinden het fantastisch om mee te denken. En zo zie je met elkaar, kom je dan tot iets waar ja. je jezelf ook, zelf ook trots op kunt zijn. En niet dat je alleen maar zegt, goh Johan, weet je, maak even iets en ik maak het, ik zet het er neer. En ze denken, oké, okay, prima. Ja. Maar ze zijn trots omdat ze zelf eraan meegedacht hebben. En dat werkt heel erg goed. ja En nou, dit is altijd een, een discussiepunt, merk ik, met mensen in de zorg en die met innovatie bezig zijn. Ja, hoe meet je nou of het dan werkt? Want ja. vaak wil je het <coughs> omdat de kosten vrij hoog zijn, toch ja. wel op een schaal kunnen inzetten. Ja, precies. En hoe, gaan, hoe doen jullie dat? Ja, yeah. nou ja, dat is nog een beetje een lastige. We zijn nu met een aantal processen bezig om te kijken van kunnen we dat nou uh, monitoren? Kunnen we dan nou echt kijken van wat levert het nou op aan kwaliteit van zorg? Wat levert het nou op aan tijdwinst voor medewerkers? Nou, zo kun je een aantal facetten benoemen waar je op moet gaan, gaan kijken. Um, maar dat is echt nog in een beginfase. Wij zijn het niet gewend en we moeten ook heel erg uitkijken. Medewerkers vinden het verschrikkelijk om te veel met allerlei randzaken bezig te zijn. Want ze moeten al zoveel registreren. Ja. En daar ligt hun hart niet. Dus je moet iets bedenken wat zo simpel is, waardoor ze het wel gaan doen, omdat het ook effect heeft. En ook dat je dan iets duidelijk kunt maken naar andere cliënten en naar andere medewerkers. van kijk eens wat hier gebeurt. En dan blijkt ook dat wij medewerkers als ambassadeur inzetten naar hun eigen medewerkers. Want ik kan redelijk goed praten. Dus als jij denkt als beleidsadviseur van oh, ik kan met mijn mooie babbel wel mensen zover krijgen en nou, dan vergeet het. Dan zeggen ze tegen mij, hé, je maakt er straks al een opmerking over: van maar jij werkt niet in de zorg. Jij wordt niet elke dag geconfronteerd met die onzin die we moeten doen. Maar ook niet met de agressie waar we tegenaan lopen. Jij zit op een mooie kamer. Je hebt een mooi uitzicht. Dus jij ja. ja, kan wel een mooi verhaal hebben, maar ze geloven eerder hun collega's. Dus daar moet je ook op inzetten. Ja. Dus dat is ook wat we heel snel geleerd hebben. Ja, dus het is ook eigenlijk zoeken naar een manier dat je echt iets oplevert ja. En ja. In, in plaats van Precies. extra ballast ja. erbij. Ja, en laat ze het ja. verhaal zelf maar doen. Ja. Dan voelen ze zich ook weer gesterkt in dat ze gehoord worden. Ze hebben het ja. zelf bedacht mede. Dat, dat sterkt en dat ja. werkt. Ja. En jij vertelde net ook al over jullie innovatieruimte. Ik weet niet, hebben jullie een speciale naam ervoor? Nee, we noemen het nog even innovatieruimte. Um, en we laten het straks aan cliënten over hoe dat gaat heten. Um, maar omdat we, zeg maar, we zijn pas drie jaar bezig. Um, en nu, in de, in, ja, weet je, in, in onze mond is het nog even innovatieruimte, maar het, het woord innovatie zegt onze cliënten bijvoorbeeld al helemaal niks. Wat is dat dan? Ja. ja. En dan hebben ze het wel vaak over die leuke dingenruimte of zoiets dergelijks. Nou, dat zal het misschien iets in die orde van grootte worden. <laughs> maar dat moet aan hun zijn. Ja, maar nu ja. is het nog even voor ons, ook naar de buitenwereld. Om dat nog even dat woord innovatie te gebruiken. Omdat je dan wat makkelijker nog even die, die beweging maakt naar bedrijven, naar, naar scholen. Omdat die daar ook over innovatielessen hebben enzovoort, enzovoort. Het sluit ja. nu nog even wat makkelijker aan. Wat het gaat ja. geheid veranderen. En uh, het heeft je voor je, je je, je wilt er gebruik van maken. Heb je, hoe, hoe gaat dat bij jullie? Kan iedereen binnenlopen of maak je een afspraak? Ja, nee, we hebben het nu zo dat wij zijn begonnen met twee dagen in de week en we zijn nu op het ogenblik uh, vijf dagen in de week open, twee avonden in de week open en uh, de zaterdagmiddag open. Zo. En we zitten eigenlijk al helemaal vol. Dus we draaien het dubbel programma. Dat betekent eigenlijk heel veel het, het volgende: dat uh, cliënten één week kunnen komen en dan een week niet, omdat dan andere cliënten komen. Er is zo'n enorme vraag naar uh, dat we nou, nu een beetje onderhand raken. Door te zeggen, ja, hoe gaan we dat nu oplossen? En ja. um, ook wel van, wij moeten eraan wennen dat we dus op zaterdagmiddag moeten werken. Want de dagbesteding, waar het dan een beetje onder valt, is ja. niet gewend om op zaterdag te werken. Dus ja. dat moeten we nu wennen. Maar goed, de cliënten zeggen ook, ja, maar waarom dan op zondag niet? Want dan ben ik hier ook. Ja, er ja. wonen gewoon hier 470 mensen. Ja. En die willen op zondag ook wat te doen hebben. Ja. Dus, nou ja, en daar zullen wij heel erg moeten wennen. Dat betekent dat wij op een andere manier moeten kijken. En waarschijnlijk wel daags zeven dagen in de week open moeten zijn. Ja. Ja. En uh, er zijn meer van dit soort labs hè? bij uh, instellingen, ja. voor en door cliënten. Wat ja. maakt die van jullie nou zo'n succes? Eh. Um... Nou, wij hebben niet voor opgesteld dat wij een lab zouden gaan bedenken in eerste instantie. Het lab is ontstaan. En dat heeft mede het succes bepaald, omdat iedereen zich ermee kon bemoeien. En dat in de goede zin van het woord. Dus iedereen is betrokken die een vraag had van hoe zetten we dat dan in zo'n ruimte weg. Want die ruimte hadden we in het begin ook niet. Ik heb hem gewoon opgeëist omdat het een pakhuis was. En dan had ik de mazzel dat ik daar ook wel dat, dat, dat gedoogd werd, omdat ik dat deed. Dus ik kon er alles uitgooien. En we zijn het stukje voor stukje voor stukje gaan opbouwen. Ja. En het was gewoon een kale ruimte. En nu weet je niet meer wat je ziet, maar het is mede ook door medewerkers. Zeg maar, die ja. zeggen: van joh, maar dan maken we daar een hoekje van voor dit, of dan maken we daar een hoekje van voor dat. Dus met elkaar hebben we dat opgebouwd. En hij verandert er continu, omdat, zeg maar, als alles een. Innovatie is en het heeft een plekje in het leven van de cliënt. Gaat het naar de cliënt toe en dan kunnen wij weer een nieuwe innovatie in de ruimte neerzetten. Okay. Dus het is continu aan verandering onderhevig. Een aantal dingen laten we staan, omdat we zien dat daar cliënten, ook zeg maar, die dat niet op de groep hebben, maar die willen dat allemaal hebben en dat kunnen we helaas nog niet betalen. Om dat op elke groep neer te zetten. Dus je moet ze ook wel de gelegenheid geven om daar naartoe te kunnen. Nou, zijn er wel een aantal cliënten die gewoon te pas en te onpas binnenlopen. En daar zeggen we ook geen nee tegen. Tenzij, en dat is echt de, de, de uitgangsregel, dat er cliënten binnen zijn die echt even prikkelarm ergens van moeten kunnen genieten. Dan houden we de deur even dicht. Omdat ja. die dan wel heel. Nou, de, de vraagstelling die we dan krijgen is vrij complex. En um, nou, dat luistert vrij nauw, dus dan doen we even de deur dicht. Oké. Okay. Ja. En wat is jouw droom? Nou ja, mijn droom. Ik, dat vind ik zo moeilijk. Ik laat me eigenlijk een beetje leiden. Maar weet je wat ik wel. Als je me nou zo specifiek vraagt, denk ik, mijn droom zou zijn dat gewoon cliënten op de hoogte zijn. van dat er mensen zijn die luisteren, die je met hun in gesprek willen gaan. die is ook vragen waar je van tevoren al bij denkt van. nou, dit gaat hem niet worden. Maar dat je er toch dat gesprek aan kunt gaan. Want misschien is er wel iets anders onder waar je wel wat mee kunt doen. Dus een, een plek waar je A. je vraag kwijt kunt. B. volledig jezelf kunt zijn. En C. ook waar je lekker kunt genieten. als je last hebt van de wereld om je heen. En dat, dat gun ik elke cliënt. En, en daar ben ik ook heel erg ja, op, op gespitst. Ja. En daarom begin ik ook altijd in principe bij één cliënt. En als die vanuit daar werken en ik snap best dat je hè, dingen moeten schaalbaar zijn, dingen moeten betaalbaar zijn. Dat is wel mijn kader, maar ik begin altijd maar bij één. En ik heb één keer de fout gemaakt door met een groep moeders, het waren allemaal moeders, het waren vijf moeders met hun kinderen aan tafel te zitten, en die hadden ongeveer in mijn ogen dezelfde vraag. En toen heb ik eigenlijk het gemiddelde genomen en daar iets voor laten bedenken dat alle vijfde moeders mij hebben aan zitten kijken, zo van waar gaat dit dan over? Dit heb ik toch helemaal niet gevraagd. En toen dacht ik, oké, okay, dus het polderen gaat niet helpen, het middelen gaat niet helpen. We ja. moeten beginnen bij één. En dan blijkt in de praktijk, dat is een heel raar gegeven, dat als je bij één begint, dat ja. een tweede zegt, dat vind ik wel leuk, maar dan zou je of dat nog even anders aan moeten doen. Dus dan heb je wel een basis die goed is, maar vanuit die basis kun je doorborduren. Ja. En dan ontstaat er vanzelf iets wat zo leuk is, wat voor heel veel mensen dan ook toegankelijk is. En omdat we proberen alles zo betaalbaar mogelijk te maken, dat het dan ook heel makkelijk schaalbaar is. Ja, en eigenlijk heb je ook twee dingen. Dus je hebt een innovatie in, in jullie ruimte, maar je, hebt dus ook, je brengt het dus ook gewoon in het, in het leven dan ja. weer terug. Dus, ja. Want wat... Heb je een ruimte nodig om dit te kunnen doen? Of? Nou nee, ik denk het niet. Uh, het is geen voorwaarde, maar het helpt ons namelijk wel. Want het is toch een andere wereld waar je binnenkomt. Um, en um, je ziet dingen die je zelf soms ook niet voor mogelijk had gehouden. Wij kunnen ook vertalen, ver, verhalen vertellen die je niet voor mogelijk hebt gehouden. Um, maar dat betekent wel dat de mogelijkheden dus eigenlijk oneindig zijn. En niet dat het financieel oneindig is, maar wel in mogelijkheden, in denken, heb je zoveel mogelijkheden als je de goede mensen bij elkaar weet te brengen. Die vanuit verschillende perspectieven kijken. Daar moet je ook wel voor zorgen. Um, en omdat je vanuit passie je verhaal vertelt en praktijkvoorbeelden hebt, ja. zijn mensen heel snel geneigd om te denken, oké, okay, maar dan durf ik deze vraag wel te stellen. Ja, dus het helpt ook om jullie op de kaart te zetten. Ja, ja. ja precies. En ook naar buitenstaanders, hè, omdat wij ja. op vrijdag hebben wij de ruimte. Die is dan niet voor cliënten, maar die is voor rondleidingen, voor scholen, voor andere zorgorganisaties, voor bedrijven. En we zitten gewoon elke vrijdag vol. Dus er komen heel veel mensen op af. Wat dus komen Delfti... die doen bij jullie? Nou, die komen eigenlijk een beetje um, luisteren: van. Ja, het klinkt allemaal wel heel leuk. En op LinkedIn staan misschien wel leuke filmpjes. Maar wij willen dat wel eens echt zien en eens kijken of het echt werkt. Uh, ze zijn nieuwsgierig, soms ook heel sceptisch. Um, en dat mag allemaal, die gaan ook niemand opleggen dat wij de manier van werken hebben gevonden die iedereen zou moeten doen. Want dat is totaal niet waar. Ja. Doe het lekker op je eigen manier, die bij je past, die bij je cultuur past. Maar misschien kun je wel leuke ideeën opdoen. En uh, nou ja, we hebben gewoon in die zin een hele positieve respons na afloop als ze zijn geweest. Ja. Um, en dat ze ook niet werden verteld van hoe ze het moeten doen, want dat maakt ons namelijk niet uit. En ik ben wel nieuwsgierig, want vaak, uh, jullie zijn een vrij grote organisatie. Er begint één, nou, jullie beginnen dan in Apeldoorn en ja. dan willen andere mensen in het land, willen het ook. Ja. En uh, dan zie je verschillende initiatieven ontstaan. Ja. En dan heb je... Is er altijd een soort van drang om dan toch iets op te leggen aan ja. hoe je dat ja, dan doet? Hoe dat gaat is, Hoe is dat, ja, dat bij jullie ons gegaan? natuurlijk ook zo? En uh, wij, wij zijn natuurlijk een vrij grote organisatie, zoals je zegt. 17 regio's. Niet alle regio's zijn al eigenlijk met innovaties begonnen. Misschien wat kleine dingetjes, maar nog niet echt zoals wij dat doen. Hoeft ook helemaal niet. Um, uh, maar voor, waar, waar je soms voor uit moet kijken, is dat je niet heel snel geneigd bent om zeg maar, die voorlopers, die koplopers, op een gegeven moment te zeggen: ja, ho, ho nu terug in de structuur. Um, maar durven we dan ook die ruimte te geven aan dit soort koplopers door te zeggen: van joh, maar ontwikkel je wel, maar deel wel je kennis? Nou, dat is voor ons ook echt heel essentieel. We delen alles. Wij gaan nergens van zeggen: van nee, dat mag je niet weten. of wij willen die contacten niet kwijt, of wij willen geen verhalen delen. Nee, we delen in principe alles en doe er vooral mee wat je wil. Okay, okay. En dat is heel mooi en dan hoop ik dat in de organisatie ook dat je die ruimte gaat kunnen krijgen om te gaan ontwikkelen, want we hebben een vorm gevonden die zo bij ons past, die zo um, tot, 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 tot dingen leidt waar we van tevoren nooit van hebben gedacht van dat zouden we gaan doen, want we hadden van tevoren nooit gedacht dat wij met Microsoft zouden gaan werken. Ja. ja, kom er maar eens op. Weet je. Maar het ontstaat, het gebeurt. En, en er zijn, nu zijn we ook wel zover. Dat heel veel bedrijven zeggen. joh, maar ik maak het prototype wel. Daar hoef je niet in te investeren. Nou, okay. dat is natuurlijk hartstikke fijn. Yeah. Want dat scheelt mij gewoon enorm veel geld, maar ook veel avonden werk. Dat ik weer naar zo'n rotary toe moet om een verhaal te vertellen. <laughs> ja. hè, om daar weer geld te los te peuteren. Um, Waarom goed, is het dan interessanter met jullie te werken? Omdat jullie voor een bijvoorbeeld een Microsoft. Om, uh... Uh, omdat we namelijk iets bedacht hebben. Wat, Um, zeg maar voor Microsoft ook uniek is. En Microsoft had zoiets van: wauw, dit is wel heel mooi. En dat met onze producten um, is het dan de mogelijkheid dat dat voor heel veel mensen uh, kan gelden. Ja, dat is onze bedoeling ook. Daarom komen we ook mede. Jullie hebben de technische uh, kennis, ja. wij hebben de, de ideeën, wij hebben de, 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 de vraagstukken. Kunnen we niet gaan samenwerken? En toen hadden ze meteen zoiets van: joh, maar wij willen die tafel wel gaan bouwen. En toen hebben we gezegd: nee. Laten we nou eerst eens kijken wie is nou die persoon dus wij zijn want wij zaten daar in dat mooie gebouw Microsoft yeah. bij Schiphol echt fantastisch. En toen dachten we nee, wij gaan eerst met de cliënt met zijn moeder met de begeleiders ook hier naartoe en dan ga je eerst maar eens kijken wie die is. En toen waren ze echt helemaal overdonderd over de persoon, van wie die was en waar die tegenaan liep. En toen hadden ze zoiets van: nou, Nu snappen we ook wat je bedoelt en nu gaan we verder. Ja. En toen werd op een gegeven moment de suggestie geopperd van: Volgens mij moeten we nu naar Amerika toe om te gaan pitchen. En te kijken of we gebruik kunnen maken van de resources die daar zitten. Met een heel specifiek team om dit te gaan maken. En wat we nou gebouwd hebben is een soort van testtafel, we noemen dat even een modulaire testtafel, waar je de knoppen op elke willekeurige plek neer kunt zetten, de joysticks op elke willekeurige plek. Gaan we die tafel nu de komende twee maanden gaan we testen, dan gaan we films maken, die sturen we ook wekelijks op naar Microsoft. En um, hopen we aan het eind van de periode februari de tafel helemaal werkend te hebben en dan gaan we zelf een hele mooie film maken. Even een heel zielig verhaal. Um, en dat bedoel ik niet misprijzend, maar het is meer dat, dat je echt aan kunt geven van dit lukt niet in mijn leven, maar ik wil zo graag. En ja. dan doen we hetzelfde: laten we de tafel zien en dan vervolgens laten we zien hoe die daarmee aan de gang gaat. Dus als je dat op die manier doet, dat is een taal en een manier van werken die Amerikanen snappen. Dus ik hoop dat ik daarmee, zeg maar, de ruimte krijg om te ja. kunnen pitchen en de resources te kunnen krijgen, waardoor wij dus een hele een hele mooie tafel, heel veel mensen blij kunnen maken die met allerlei knoppen, of het nou links is of rechts is of voor of achter in de tafel, je kunt het op verschillende manieren doen. Ik zal je straks laten zien. Het, het, het is fantastisch. Het gaat heel veel mensen helpen. Ja, dat is denk ik het mooie, dat ja. het echt impact heeft Precies. op mensenleven. Ja, en je hoeft niet alleen te gamen. Je kunt ook appen dadelijk met die tafel. Je kunt ook gewoon surfen op het net. Weet je, je kan zelfs mails schrijven op die tafel. Ja. Dus dat is, ja, het is gewoon fantastisch. En dat is begonnen ja. bij één vraag. Ja, dus dat is eigenlijk ook wel jullie kracht, denk ik. Ja. Dat je begint bij, Precies. bij een vraag ja. van iemand. Ja. En dat je dan ja. gaat kijken, kunnen we jou helpen? Ja, het is niet alleen dat hele moeilijk hoor. Microsoft is natuurlijk een heel groot verhaal. Kijk, maar er zijn ook hele simpele dingen dat we op een gegeven moment. Het was echt heel erg mooi, dat een vader op een gegeven moment bij ons komt die zegt. Ik ben er zo klaar mee, zegt hij. Hij zegt. Mijn zoon verlangt van mij dat ik elke dag voorlees. Hij zegt maar ik woon in Doorn. Hij woont hier. Jij ziet mij toch niet elke dag hier naartoe rijden. En nou, toen kwamen we op zoiets simpels uit. Toen hebben we hem gevraagd: welke verhalen lees je dan voor? Wil je die opnemen? Die hebben wij op een USB-stick gedaan. We hebben een heel klein uh, soundboxje uit, uit, uit China gekocht voor een paar euro met een USB-aansluiting. En op die USB hebben we de foto van papa geplakt. En hij kan nu, als die, die, die USB-stick staat er gewoon in, hij alleen maar een knopje aan te drukken met aan. En papa vertelt gewoon verhalen. Ja. En die kan die meenemen naar het toilet, naar de badkamer, naar de slaapkamer. Naar, naar de woonkamer, waar het ook is. Dus zo simpel kan het ook zijn. En daarbij voor een paar eurotjes kwijt. Ja. En dan ben je klaar. En we hebben vorig jaar met Kerst en Sinterklaas heel veel van die dingen verkocht. En we hebben nu een enorme database van ouders die verhalen voor verteld hebben. Zelfs een bedrijf CLB heeft heel veel verhalen voor gelezen. Voor ons om in die database te stoppen. Dus wij kunnen er gewoon heel veel verhalen uit die database. Heel persoonlijk op een USB-stick zetten die jij leuk vindt. En ja. die kunnen we daar nu in zitten. En wij zijn zelfs nu weer een stap verder gegaan. We hebben het nu zelfs op Google. Dus als je zegt maar, zeg van hey Google. En je gooit een code erin. Ja. Dan gaat Google gewoon die verhalen voorlezen. Van de ouders die dat voorgelezen hebben. Oh, dat is wel heel mooi. Dus ja, dus dat zijn gewoon hartstikke mooie dingen. Ja. Ja. Nou, dus je hebt heel simpel. Tot, tot, tot heel groot. Ja. En, maar ook dan zie je weer dat Google heel graag mee wil werken. Uh, dat is fantastisch. Ja. Ja, als je maar verhalen hebt van een persoon. Ja, dus dat is ook waar je, hoe je je focus dan ja, bepaalt. Dat is ook wat ik geleerd heb. Ja. Van maak het namelijk echt. Dus vertel een verhaal over een klant die ook echt bestaat. Ja. En Laat die maar zien. Ja. Betrek die klant er ook maar bij. Laat ze zelf het verhaal maar doen. En als ze niet kunnen, die familie of die medewerkers, die vinden dat hartstikke leuk. Ze ja. zijn trots, die willen laten zien wat ze doen. Geweldig, het werkt. En als jij terugkijkt op de afgelopen drie jaar, wat zijn dan jouw belangrijkste innovatielessen? Um, nou, de belangrijkste is echt, ga eerst het gesprek aan. Begin nou eens bij die klant in plaats van dat je bij het product begint. We hadden van de week ook weer zo'n vraagstuk. Ik word dan uitgenodigd in de cliëntenraad. En dan, nou, dat is wel heel erg leuk, want dan moet ik eigenlijk min of meer voel ik altijd van, ik moet een beetje verantwoording afleggen hè, aan onze cliënten. Die zeggen dan ook echt, vertel maar eens wat je nu gedaan hebt en of het echt wel voor cliënten is geweest. Nou, dat vind ik zo fantastisch. Ik denk, dit is waar het over gaat. En dan krijg je tijdens het gesprek op een gegeven moment, zit de voorzitter, die zit daar van de cliëntenraad. En die zegt van, uh, maar als ik zelf nou een vraag heb, kan ik die dan ook aan je stellen? Ja, die mag je aan mij stellen. Ik zeg maar, wat is je vraag dan? Hij zegt, ik kan die lezen. Hij weet een beetje wat ik vervelend vind. Ik zeg, ik heb geen idee. Er zit gewoon een begeleider naast mij. Die zegt dan tegen mij wat er op papier staat. En dan moet ik dat zeggen terwijl die begeleider het al gezegd heeft. Hij zegt, dus mijn vraag aan jou is, heel kort en dan doe ik het even in mijn woorden. Hij zegt, kun je papier laten praten? Oké. Okay. <laughs> nou, toen zijn we in gesprek gegaan en wat hij nou bedoelde was, dat gewoon dat wat er staat, omdat hij dat niet kan lezen, want hij vindt Picto's vindt die kinderachtig. Maar hij wil gewoon tekst, maar tekst moet dan als het ware tegen hem zeggen wat er staat. Ja. En nou ja, goed, dat hebben we nu opgelost. Uh, met, met, met een hele simpele app van uh, Seeing AI, die is van Microsoft. En die hebben we gewoon op een tabletje neergelegd. Dus we zijn nu met hem aan het trainen. En die tablet die zet je dan eigenlijk schuin voor je tekst neer. En die leest dan de tekst op. Dus als je dan dat, die tablet verbindt met een oortje in zijn oor, dan hoort hij bijvoorbeeld wat er staat. Dat er dat, bij dat, puntje 1 welkom. En dan hoort hij dat en dan zegt hij welkom allemaal. Weet je, dat is, dat is dus mooi. hartstikke mooi. Dat is dus ja. op die manier. En als je je plaatje dan een beetje verschuift, dan pakt hij het volgende zinnetje. Ja. Weet je wel? En zo kan hij horen wat er gezegd wordt, en wat het agendaonderwerp is, of wat de notulen zijn, en kan hij daarmee aan de gang. Dus dan zijn we nu met hem aan het trainen om te kijken of dat gaat werken. En dan zie je dat andere cliënten zeggen: maar ik kan ook die lezen. Dat vind ik ook wel leuk. Die zit ook in die cliëntenraad. Nou, ja. stel eens nou dat werkt. Het, het klinkt heel eenvoudig. Ja. Ja, maar weet je, waar kom we maar eens op. Dat is vaak een beetje het probleem. Maar omdat ik nu in die wereld zit en ik heb dan ook mijn contacten bij Microsoft. Dus ik leg dan bijvoorbeeld dat daar neer, maar ook bij mijn collega van Bartimeeus. Van hoe doen jullie dat? Ja. En die zei ook van, joh, is die app man. Moet je even kijken. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, zo wisselen we dat continu met elkaar uit. Ja. En dan kom je weer tot inzichten. Waarvan je denkt, oké. Okay. En, en hoe weten mensen jullie dan te vinden? Dat de ouders of, of cliënten weten dat het er is. Ja, nou, weet je, dat is nog wel een beetje een punt. We merken, we hebben nu zoveel vragen. Dus ze weten ons wel te vinden. Maar dat geldt nog niet voor iedereen. Dus het is nog wel een select gezelschap wat ons weet te vinden, die vaak op het sociale media zit. Van alles wat je hebt geleerd, welke les zou jij op een tegeltje willen zetten? Ja, ja weet je, eigenlijk gewoon heel simpel. Begin. Begin gewoon bij de cliënt. Het, weet je, het is een open deur: van heb ik jou daar, maar daar begint het echt. Ik ben ervan ja. overtuigd dat daar ook de motivatie, dat daar de inspiratie vandaan komt. En dan kun je echt aan de gang gaan. En ja. ook van, weet je, begin bij één cliënt en maak er geen groep van. Want een groep ja. bestaat uit mensen en mensen zijn allemaal anders. Ja. Ga niet polderen. Je luisteren naar de Innovatiewasstraat met Johan Elbers, innovatiemanager bij Zorggroep CRLO. Ik heb nog een klein oproepje. We zoeken 10 mensen die het leuk vinden om een recensie over het kleine innovatieboek te schrijven op managementboek of bol.com. Wil je mij helpen? Stuur dan een WhatsAppje met je naam en het woord boek naar 0611 53 0611 53 40 39. Alvast bedankt.